Zes milieuorganisaties hebben een puntenplan voor Zeeland opgesteld. De groene speerpunten voor de provinciale statenverkiezingen van 2019. Het doel van die groene speerpunten was allereerst om richting de verkiezingsprogramma's die alle partijen schrijven, onze punten over klimaat en natuur nog eens even goed neer te zetten. Voor. In de hoop dat ze daar wat van overnemen. In de hoop dat ze daar heel veel van overnemen. Zo zou de provincie het hergebruik van bouwmaterialen moeten stimuleren. En ze zou het voortouw moeten nemen om snel om te schakelen naar een duurzame energieopwekking. Alles om de klimaatdoelen te halen. Klimaat en hoe we met het milieu omgaan worden belangrijke onderwerpen bij de statenverkiezingen. Maar waar de ene partij zoveel mogelijk maatregelen wil nemen, kijkt de andere partij vooral naar haalbaarheid en betaalbaarheid. Hoe ver kunnen we gaan voor het klimaat? Tegenstanders zeggen ja, het is allemaal overdreven. We worden overheerst door de groene kmer. Ja, ja, als dat nou zo is en als wij nou dat soort drammers zijn, dan vraag ik die mensen terug. Maar moeten we nou echt niks doen aan dat menselijk handelen? Iedereen om ons heen kan zien dat we te veel aarde aan het gebruiken zijn. Dat wil je toch gewoon wat aan ondernemen? Dus dat geld is niet weggegooid. En het levert een berg aan start-ups op, aan nieuwe ondernemers, aan economie. Doen dus. De groene speerpunten zijn te vinden op de site van de Zeeuwse Federatie.